een pepernoot. Wat hebben jullie hard gewerkt. Het zijn er bijna te veel. Ja. Nou, en of we hard gewerkt hebben. We de hele nacht pepernoten gebakken met z'n allen. Nou ja, met z'n allen. Zonder twee dus, want jullie waren er niet. Zullen we nou maar? Zullen we wat? Wij hebben een verrassing voor jou. Hè? Hoge hoogte. Hè? Nou, dat zal dan wel iets heel bijzonders zijn. Ja. Hoeveel vingers steek ik op? Nul. Kom maar. Kom dan. Hoge hoogte, Piet, mag dan hoog van de toren blazen. Maar ik heb die wrekking ontmaskerd. Bijna. Dankzij mij hebben we geen last meer van hem en ook niet van die chef. Onaangenaam stel, die twee. Ja. Kunnen we dit nou niet later doen, chef? Ik wil dat kasteel wel eens van binnen zien. Ik wil gewoon weten wat ze hier zo al eten, ja? Zo! Die Sinterklaas staat echt overal op. Die man is wereldberoemd in heel Nederland. Zeg, kijk je wel uit. Wat moet het allemaal wel niet kosten? Luister, Frekking. Ik kan pas een beroemde chef-kok worden als ik weet wat er allemaal te koop is. Zo! Nou ja, zeg. Die Sinterklaas laat zich ook al in chocola afgieten. Dat is een beetje overdreven, vind je ook niet? Nou, Frekking, stel je voor dat mijn portret op al het snoepgoed staat. Wat moet jouw portret nou op al het snoepgoed? Zo publiek strekken wij nou ook weer niet. Hoewel, wat die Sint kan, kan jij natuurlijk ook. Ja, en beter. Wij zouden wel eens heel erg rijk kunnen worden, chef. En beroemd, Frekking. Waarom vergeet je dat nou steeds? Nee, nee, nou moet je ophouden. Nu moet je eindelijk eens geld gaan verdienen voordat je het uitgeeft. Ik wil je weg. Ik moet een manier bedenken om dat kasteel binnen te komen. Ja, ik kom eraan. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel, ja. Dan mag de blinddoek nu af. Ah. Ja, wij vonden dat je dat wel verdiend had. Ja, je bent nou 10 jaar hoge hoogte, Piet. Dus wij dachten... Het wordt tijd voor je eigen hoge hoogte stoel. Ja. Oh, maar... Dus, ja, en dat is waar we al die tijd zo geheimzinnig over deden. Vind je mooi? Mooi? Moet je dat nog vragen? Dit is het allermooiste cadeau dat ik ooit in mijn hele leven heb gekregen. Ik dacht alleen dat jullie... Wat? Nou ja, dat jullie... Oh, nee, maar wat een mooi cadeau. Ik ben hier zo blij mee. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Doei, hè. Wat ze daar nou toch aan het doen zijn? Ik snap niet dat ze dat lekker vinden, hoor. Dat kan toch zoveel beter... Er moet toch een manier zijn om de mensen met mijn baksels te laten kennismaken. Dat is precies wat wij gaan doen, chef. Ik heb een geweldig idee. Wat zou jij ervan vinden als dat een snoeppaleis zou worden? Hé? Denk je eens even in. Daar zit vast een geweldige keuken in. Daar kun jij dag en nacht koken en bakken. En dat snoep, dat gaan we dan voor heel veel geld verkopen. Geen taarten meer, chef. Maar snoep. Je hebt het toch gezien? De winkels liggen er vol mee. Heel goed idee. Chefs snoeppaleis. Dat klinkt goed. Weet je wat nog veel beter klinkt? Chefs snoep wereld. Oh, ja. Mensen kunnen hier allerlei soorten snoep eten, maar ze moeten wel eerst een fikse toegangsprijs betalen. Ik zie het al helemaal voor me. Een rij mensen en die willen allemaal naar binnen. Ik word rijk, chef. Maar je vergeet één ding, Frekking. Het paleis is wel mooi van Sinterklaas. Niet lang meer, chef. Niet lang meer. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar dat paleis, dat is binnenkort van mij. Van ons. Oh. Eerst maar eens een kijkje binnen nemen. Maar hoe ga je dat dan doen, Frekking? Vergeet niet dat we in Spanje eruit gegooid zijn. Een schande! Stel het je aan, kuikens. Maar ik zeg je één ding. Ze zijn nog niet van me af. Als kuikens. Goed idee van ons, hè, die hoge hoogtestoel. Nou... Geen goed idee. Een geweldig idee! Ik
Keukenpiet, hoe gaat het? Helemaal goed, Test. De speculaaspoppen liggen in de oven. De chocolade, kikkers en muizen schieten lekker op. En allemaal eerste kwaliteit, Test. Ik ben tevreden. Goed. Hier. Een Sinterklaas van chocola. Chocoladechef. Dat zou het moeten zijn. Van chocola. Gevuld met visolie, reuzel en spekjes. En hier, kijk dan. De S van Sinterklaas. Terwijl, het zou de S van chef moeten zijn. En met bloemkool. Hartstikke druk krijgen, hoor, Test. Ja, plus heb je die berg speelgoed gezien ik nog moet testen? Hallo, Test Piet, Klus Piet. Hoe gaat het ermee, Sinterklaas? Oh, beter dan ooit. Het was zo heerlijk warm in het kasteel toen ik daar aankwam. Dat was toch jullie idee, hè? Dat jullie eerder naar Nederland zouden gaan? Nou, Sinterklaas, het was Klus Piet's idee. Nee, Test Piet. Het was helemaal Test Piet's idee, hoor, Sinterklaas. Zij heeft bedacht dat het misschien wel eens koud zou kunnen zijn in het kasteel. Klus, het was jouw idee dat we eerder naar Nederland... Nou ja, wiens idee het ook was. Het was wat je noemt een warm onthaal. Hartelijk dank, hoor. Graag gedaan, Sinterklaas. Oh, en de pepernoten. Hebben jullie die al geproefd? Ze zijn werkelijk voortreffelijk dit jaar. Ik ga heel bijzonder snoep maken. Weg met al het Sint-snoep. Vanaf nu wordt het chef-snoep. Chocoladespruitjes. Nog eentje. Zeg, Keukenpiet. Ja? Weet jij nog die makreeltompoes die chef altijd maakte? Ik wil die naam hier niet meer horen. En het woord makreeltompoes al helemaal niet. Ik dacht namelijk dat jij voor mij eens zo'n lekkere... zou kunnen maken. Zo'n... Makreeltompoes. Nou zeg je dat weer. Oké. Piet, wil je even helpen? Volgens mij is er net een zak speculaasmeel gebracht. Kun je die even gaan halen? Ja. Vanaf deze hoogte kan ik echt alles zien. Zo zal niets me ontgaan.